Oké, dames en heren, welkom bij weer een leuke vlog. Wij gaan straks een judo filmpje opnemen, een live video. En daar hebben we altijd twee hulpjes bij. Hier heb ik Indy en Shane. Zwaai even, want dan gaat de camera wat hier verscherpen. Zien we je? Ja, oké. En vertel eens even wat jongens, want jullie hebben mij al een aantal weken geholpen. En wij geven les in de bovenzaal. Hier kan je zien waar we opnemen op de computer, de laptop, met een hele goede webcam erop. En hier staan we eigenlijk les te geven. En wat doen we dan, Shane? Nou, dan maken we een schema. En ja. Als bijvoorbeeld, dan doen we het met een Hiabata. Een Tabata. Oh, Tabata. Een Tabata. Een Tabata. Ja. Dat is 30 seconden. Nee, 20 seconden. Nee, wacht maar. 20 seconden. Arbeid en 10 seconden rusten. En jij, Indy, wat doe jij allemaal erbij? Oh ja, we maken filmpjes voor kinderen thuis, zodat ze thuiswerk kunnen oefenen. Ja. En we doen livestreams. Livestream maken. Ja. Oké, en we hebben voor de peuterkleuter judo hebben we natuurlijk ook allemaal leuke dingen gedaan. Zoals we hebben met de knuffelberen gejudo'd, hè? Die knuffelbeer die staat hier. Kijk eens, Shane. Laat jij de knuffelberen eens even zien. Je moet even zijn gezicht laten zien. Ja, heel goed. En daar doen we allemaal video's mee maken, hè? Ja. Dus nou, dit was een beetje het kijkje achter de schermen bij de judo. En nou, denk ik dat we bij Marit nog wat meer video's zien.